Ik ben Dennis. Ik ben Robin. En ik ben Martijn. En samen zijn wij Team Vuurwerk. Wat gaan we vandaag doen? Spektakelen! Wat zijn jullie aan het doen? We gaan lekker barbecuen. En jij? Met twee van die skeerhamburgers. Ja. Oh, ik heb wat veel moois bij me. En waar? Ja, verder. Ken je asado-stijl? Dat is van gehoord. Ja, we gaan er een spektakel van maken. Hey, jullie hebben die WB 57 daar, brandt die al? Ja, wel bijna. Ik heb hier katrol, daar een hoge boom. Wat we gaan doen, we maken de katrol vast op de Hilux. Dan spannen we een lijntje. Ik ga het proberen. Zo zie je er nu zo lang op klimmen dan. Wel barbecuen. Heb je niet op de acrobatenschool gezeten? Sta je wel tijdens de sollicitatie. Hey, maar goed. Hey Max. We gaan een kabeltje ophangen. Ik heb vleeshaak meegenomen. We gaan hem in de rub zetten. Een pinch of heat van Southern Dutch. WB 57 steken we aan. Want die WB 57 gaat echt nooit kapot. Brandblussers, alles overleeft dat ding. Maar dan gaan we deze aan de katrol hangen. En dan gaan we die WB 57 op doen. En dan gaan we asado zeil spektakel maken. Hey, maar ik zeg wel we, maar Dennis. Jullie gaan het doen. Hey, maar mannenbroeders, er waren wat filmpjes waar we in de comments toch wel wat commentaar kregen dat we het niet helemaal veilig doen. En aangezien dit toch wel heel erg gevaarlijk is boven die boom klimmen, heb ik voor je meegenomen een originele Bob de Bouwerhelm. Robin, voor jou een originele Bob de Bouwerhelm. Ik zelf ook. Hey, Hesje, voor het geval dat we je niet zien boven die boom. Ja, hey, wat ik nog meer bij me heb is roosterborstel voor de onverwoestbare WB 57. Katrol, cadeautje van Barry. Pils, voor jou ook pils. Hey, veiligheid boven alles jongens. Wie gaat er de boom in? Dat zal ik direct gaan doen, hè? Hey, ik denk dat het makkelijkste is dat je even met je ongelooflijke gele veiligheidshesje even achter in de bak gaat staan. Dan rij ik hem even naar achter. Hey jongens, zoek het maar uit. Ik rij hem vast naar achter. Hey, weten jullie trouwens wat asado-stijl is, of niet? Zo doen ze in Zuid-Amerika doen ze barbecue, hè? Doen ze een vuurtje maken en dan aan de zijkant dan doen ze dat op zo'n kruis en dan zo tegen het vuur aan. Wij doen het alleen, wij maken er een spektakel van. Wij doen het met een takel in de boom. Hey Martijn, laten we ons even lekker achterin zitten, dat hele stuk. Zo ver is het toch niet? Weet je waar we dit aan doen denken, hè? Die hesjes. Ik had vroeger een taakstraf. Ja, echt serieus. En toen moest ik plantsoentjes schoffelen. En toen was er nog zo eentje die van halt aan naartoe gestuurd was. Die zegt, ik ben mijn schoffel vergeten. Ik zeg, nou dat maakt er niet uit kerel. Dan leun je toch gewoon de hele dag tegen de auto. Hé, hey, kruip achterin. Neem je katrol mee. Maar even de klep dicht doen, anders zie ik de camera niet. En voor de veiligheid, anders krijgen we weer comments. Ding dicht? Ja, ding dicht, ja. Alle kant, Max. Ja, we zijn er. Hey, hoe ver nog? Ja, een stukje nog. Ja, jij zei dat het een heel end was. Een stukje rijden, een stukje nog. Oh, stop maar, stop maar. Wel veilig werken, jongens. Ja, veilig. Niet voor niks een hesje. Nee, daar zo, dat takje daar. Kijk daar niet bij? Welke? Hey, kom, hang dat ding in de bal. En dan gaan we onze spektakel asado, die gaan we klaarmaken. Ja, even dan. Moet wel zeggen, als ik er bijna ben, dan steek je de hele boom uit de grond. Ja, bijvoorbeeld. Dat ging vast maken, toch? Maar wel hoor. Ja hoor, doet hem maar. Je kunt hem hier gaan vastmaken. Ja, je kan hem toch hier doorheen zo, halen zo. Hij heeft vroeger wel eens gedaan, hè? Touwtje trekken op de kermis. Ik wil altijd een heel stuk spek. Dat zijn je te zien. Hey jongens, gordels om. Ja. Ja. Ja? Even onder je stoel kijken of je zwemvest er ligt. Oh, die heb je aan. Dus, hey, en even kijken, als druk wegvalt, dan komen er vanzelf van die mondkapjes uit het plafond vallen. Zeggen jullie stop? Ja, zeg stop. Gaat het goed? Ja. Ja, stop maar! Oké, de Webert. Je moet ze ook echt alles leren, die gasten. Ja, ik had het over jou moeten bouwen. En dan ben je beter in de computer zitten, Dennis. Meer! Oké. Hey, ik heb voor de buikspek van Southern Dutch, pinch of heat. Echt een super lekkere rub. Het lijkt alsof die heel heet is, maar het is echt maar een pinchje die erin zit. Super goed op varkensvlees en super goed op die brisket. Hey, maar serieus, jullie gaan hangend rubben? Oké. Hey Dennis, noem je dit rubben? Ik vond het meer scrubben.
Hey, maar even serieus, is die echt goed gerupt, twee kanten? Super toch? Want we moeten wel de keuringsdienst van Baarden, die moeten we nou wel eens even een keertje goed even inpakken. Hier, doe even hieronder nog even een beetje rup. Jullie staan hier wel een beetje te gooien met dat spul alsof het niks is, maar dat is wel award winning, hè. En normaal kan je met dit potje van Southern Dutch kun je wel ja, een kilootje of 10 varkensvlees kan je hier wel mee rubben. Maar ja, die gasten die zitten nog op de barbecue school. Dat is echt een barbecue. Nee, serieus, maar weet je, het is zonde om zo'n mooie rub eraan te verspillen. Maar zo ziet hij er goed uit, jongens. We gaan de keuringsdienst van Baarden gaan we pakken. Want ik ga even mijn handen wassen, want dit ziet er niet uit. Ik zou alleen als enigste tip geven, ik zou hem nu het vuur nog niet zo heel heet is, ik zou hem even ietsjes lager doen. Maar zoek jullie het maar even lekker uit. Pasje! Yo! Zo, zet die auto even een stukje naar achter en ja. Dan komt wel goed. Heeft hij die sleutel meegenomen ook nog gewoon? Ja. Dat maakt niet uit. Gaan we regelen. Kan die? Ho! 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 Oh. Zou die al heet genoeg zijn? Ja, hij begint wel te komen hoor. Is nog niet helemaal, maar hij is er wel bijna. Ah, super. Van dat leunen op die auto word je ook wel moe. Nou, we gaan eens even bij gaan liggen. Nou, dat is misschien een goed idee. Het roken komt straks wel. Hey, dit gaat wel goed. Dat ik wel even op de levensstand natuurlijk. Even los. Dennis, wakker worden. Wat is het? Hoe lang liggen we hier al? Zo, even lekker gelegen maar. Oh, het ziet er best lekker uit. Ja toch? Maar wat denk jij? Gaan we er nog even wat meer rooksmaak aan brengen? Of ja, dat is wel een goed idee denk ik. Ja? Gaan we even doen. Deze leggen we lekker op de kolen. Voor extra rook. Nou, dat hout wat hier ligt, dat gaat zo meteen lekker roken door de hitte van de briketten. Nou, de deksel gaat er nou op. Daardoor blijft rook in de barbecue hangen en dan krijg je extra snel rooksmaak. Hoe is het met jouw vermoeidheid eigenlijk? Lekker geslapen? Ja, ja, ik ben lekker geslapen. Ja, ik ook wel. Ja, het ziet er ook best wel goed uit. Ja. Ik heb best wel gaat smaken ook. Even wachten nog, even roken. Hé hey mannen, waar is spek gebleven? Op de barbecue. We zouden toch asado-stijl er een spektakel van maken? Het spektakel is voorbij. En nu, wat is dit? We zijn hem aan het roken. Aan het roken? Op cash-out. Maar je hebt hem wel gegaard, boven? Ja. Zeker. Echt? Hé, wat voor kern is die nu? Iets over de 70. En we gaan naar de? 80. Goed man, lekker. Ja, top. Kan ik er nergens tegenaan leunen? Hey, maar even serieus, ik heb er echt zin in. Ik ben echt reuze benieuwd wat de keuringsdienst van Baarden ervan zegt. Ik vind het wel heel gaaf dat jullie hem gerookt hebben. Maar eigenlijk, ik vond wel dat het moest wel echt asado-stijl worden. Dus ik vind dat we, als hij zo uitgerookt is, dat we hem zeker nog even terug moeten hangen. Vooral als de keuringsdienst komt. En dan faken we en dan tweaken we wel een beetje dat rooksmaakje erbij als hij vraagt hoe we daaraan komen. Maar ik vind het echt wel gaaf als je hem gewoon echt helemaal de full run aan de kabel hebt gehad. Aan het spektakel ervan hebt gemaakt. Echt goed. Ja? Hey, hang hem high, jongens. Maar moet ik lees op of... Dat is eigenlijk wel de bedoeling, hè? Ja. Hoe ga je dat doen? Liggend? Nee, hangen. Ga je wel hangen? Ja, hangen is beter. Weet je dat nu van die rup, hoe dat ging? Gaan we okay. Nog een keer doen. Met glaze? Ja. Oké. Okay. Glaze erop en gaan. Hey, jongens. Ik heb deze glaze meegenomen. Lekker. Lekker. Turnpike smokers. Lekker. Wat zeg je? Wat voor saus? Barbecue saus! Oh. Echt waar, jongen. Hé, hey, serieus, maar we moeten wel de keuringsdienst van Baarden even weer een beetje versteld laten staan, hè? Dun laagje. Beetje. Er hoort een dun laagje op te gaan. Je hebt er zin in, of niet? Ja. Hé, hey, lekkere vingers heb je, Dennis. Ja, lekker, hè? Als het maar klieder is, jongen, dan vinden die gasten het allemaal wel prachtig. Hé, hey, zullen we naar de keuringsdienst van Baarden brengen? Ik denk dat het echt een lekker stukje spek is geworden. Ik denk het ook. Ja. Heb ik kern gemeten? Nee, eigenlijk niet. Pak thermopen. Ik had thermopen voor jullie meegenomen. Waarom staan die stoelen achterover? Omdat we even willen slapen. Echt hè? Ja. In de basistijd. Even checken voordat de keuringsdienst het checkt. Perfect. 82 graden. Top. Top. Ja. Hé, hey, maar mannen, ik vind eigenlijk wel, we kunnen dit stukje spek meenemen naar de keuringsdienst van Baarden toe. Maar we kunnen ook even vragen of die even dit geweldige project even komt kijken. Zal ik hem even halen? Ja, dat is goed idee. Zeg gewoon wegens wegwerkzaamheden dat we even op een andere locatie zijn, ja? Hé, hey, keuringsdienst. Goedemiddag. Hey, we hebben echt weer super gaaf gebarbecued voor je. Alleen wegens wegwerkzaamheden van de twee Bob de Bouwers zijn we op een andere locatie. Dus we willen graag even dat je je spullen meeneemt. Doe. En dat je even komt kijken op onze locatie en vooral wat we gebouwd hebben. Okay. Dus, ga mee? Ja. Hey, keuringsdienst. Ja. Wij hebben er een heel spektakel van gebouwd. Dat kan je rustig stellen, ja. Ja, nee, we hebben ons laten inspireren door de asado's. Door de asado barbecue in Zuid-Amerika. Ja. Dus waar we dus eigenlijk een vuur creëren en het vlees of vis naast het vuur gaan garen. Hoe? Dus dit wouden we even, eigenlijk even van je laten zien. De jongens die hebben een katrol gekregen
en een staalkabel en weet ik wat. Hey, maar als jij straks onder die kabelconstructie doorloopt, ja? Dan moet je wel even je... Oké, man. Je veiligheid zelf. Oké, geweldig. Weten we zeker dat er niets kan gebeuren. Jongens, leuke constructie. Ik ga eens even... dat is wel te doen, denk ik zo. We halen het er eens even af. Maar we gaan eerst eens even kijken naar de temperatuur. Die moet 82 zijn. Nou, we gaan eens even temperaturen, mannen. Hij moet tussen de 80 en de 85 zijn. Hij is 81. Perfect. We gaan eens eventjes proberen, jongens. Dit ziet er wel gaaf uit, hoor, mannen. Hebben jullie nog iets speciaals er nog bij gedaan? Liefde. Liefde? Nou, dat is er nu al heel iets. Mannen, zullen we even proeven? Ik ben wel benieuwd. Dat kan ik begrijpen. Dankjewel, Keuringsdienst. Alsjeblieft. Jongens, ik ben benieuwd. Ik ga eens even proeven hoe deze smaakt. Nou, ja, toppertje, mannen. Ja? Toppertje. Ja, maar je mag niet aankijken. Ja? Jongens, sorry, Robin en Dennis. Als ik hier een cijfer voor moet geven, nou, dan graag. Wordt het zeker een... Rappapa. 9,5. Oh! Echt top. Fantastisch. Ik ga er nog even een stukje van genieten. Ja, maak een stukje. Nou, dat denk ik. Eerst even wachten. Eerst even de keuring zien van Bart, hè. Hey, en wil jij nou nog meer spektakel? Abonneer je vooral hieronder. En wie weet, de volgende keer wordt het nog veel gekker. En heb je nog leuke ideeën voor ons? Laat het dan ook vooral hieronder weten. Want dan wellicht gaan wij dat voor je uitvoeren.